stem op jullie ook. Ja, ja. Loop gewoon in. En zij het, oh godver, we gaan ze toch niet tellen uit hem. Oh nee, nee. Oké, meiden, het leek me leuk om ook nog een challenge te doen. We hebben de 7 second challenge bedacht. Het is kisses tegen Julia. Lekker eerlijk, hè jongens? En het is in het teken van het Junior Eurovisie Songfestival. Dus dat wordt wat. Even jullie kennis testen. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Ja? Ja. Ik zet iets in. Oh ja. Oké. Okay. Gaan jullie beginnen? Ja hoor. Dan hou ik de tijd bij. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Spel Junior Songfestival achterstevoren. Oké. Okay. Ja? Drie. Er staat hier geen plaats met Junior Songfestival, toch? Nee, drie. Twee. L-A-V-I-S. Junior Songfestival. Oh, nee. 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 Dat kan toch niet binnen 7 seconden. Yes. Nou ja, nu is drie. Oké. Spannend. Oké. Niet, nog niet, of nog niet. Oh, nee. Zing het refrein van Around binnen 7 seconden. 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Round and around, baby, you go. Oh, 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 oh. Bijna. Echt op een nippertje. De score is nu 0-0. Oké, jullie zijn weer aan de beurt. Teken de vlag van mijn. Oh, ik weet hem. Ik weet hem. Laat die Mona maar tekenen. 3. Wacht. Dat? Ja, anders dan lukt het niet. Wacht, nee. Dit gaat echt niet goed. Oké, maar het zijn. Oké. Okay. Ja? 3, 2, 1. Wat doe jij? Dat was iets met zo. Ik weet het ook niet hoor. Het was de helft. Ja, het was de helft en klaar. Dat was zo. Het was zo. Ik weet niet of het goed is. Nou, hij is heel mooi. Dit is zeg maar de vlag. Ja. Dit is de vlag. Oké. Nee. Nee, schat, dat is niet echt hetzelfde uit, zeg maar. Eindstand is nog steeds. Nul. Stop zoveel mogelijk marshmallows in je mond. Maar het is een opdracht voor beide partijen. Nee! Oké. Okay. Oh, nee. Oh nee, dit gaat echt niet. Zullen we even wassen? Wie gaat dan? Wie gaat? Ik heb een hele grote mond. Ik druk. Oké, zullen we anders één tegen één doen? Ja, ik doe wel. Ja? Ja, oké. Oh my god, Julia Pristimora. Dank je. Oké, dank je. Dames en heren, 3, 2, 1. Pristimora. Oké, kom op Julia ook. Ja, ja. Loop gewoon in. Kimora duidelijk gevonden. Eeuw. Eeuw, Kimora. Er zijn nu 6. Julia die eet het gewoon op, hè. En jij haalt het eruit. Er zijn nu 6. Ik had er 2. Ik heb gewonnen. Hey, maar ik heb wel een puntje gehaald, hè. Daar is de prullenbak. Gooi het maar. Oh, 1-0 voor ons. Next. Oké, okay. Pak er gewoon eentje hoor. Noem 5 landen waar ooit het Junior Eurovisie is. Oké, 3, 2, 1. Bulgarije, Malta. Nederland. Nederland, België, toch? Ja. Ja, België. En. Dat was nee, het. Nee. Hier hebben we er 4 genoemd. Ze waren wel allemaal goed, maar het moesten er 5 zijn. Oh, ja. Dus er staat nog steeds 1-0 voor jullie, dat wel. Ja, voor ons. Oké. Ik vind het ook gewoon spannend. Noem 5 liedjes die Nederland hebben vertegenwoordigd op het Junior Eurovisie Songfestival. Oké, 3, 2, 1. Teenager, TikTok, Around. Ja. My Family en... Nee! 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 Ik wist het, gewoon double me natuurlijk. En je had ons ook kunnen zeggen. Ja, maar die hebben we nee, nog niet. Dat is waar. Ja. Jammer, weer geen punt erbij. Oké, top. Neuri, het intro deuntje van het Junior Eurovisie Songfestival. Wacht, dat is een 3. 2.
Junior Wizards kan. Ja, het staat nu dus 2-0. Yay! Doe je beste Ralf tapdance. Dat gaat dus staan voor je. Maar jullie wel zien. 3, 2, 1. Wow! De dame die doet. De dame die doet. Hij was wel op tijd. Ja, verdien ik een punt? Ja. Ja. Marshmallows. 2-1. Nee, nu. Ik wil wel hoor. Oké. Alsjeblieft. Yes, ik heb een punt jongens. Mijn 5 deelnemende landen van dit jaar. Okay. Cyprus. Nee, Oké, Cyprus mag je dus niet meer zeggen. 3, 2, 1. Australië. Oekraïne. Rusland. Malta. Malta. Nederland. Nederland. Ik heb er zo'n 6 genoemd. Ja? Hoeveel waren er? 6. Yes. Ja? Yes. Ik weet het niet. Ik heb niet geteld. Oh my ja, God. 6. Het zijn er 6. Oké, ik geloof het. Okay. Woe! Yay! Oké, ik kan sowieso niet meer winnen. Ik heb het nummer geschreven. Ja, okay. Maar let's try it. Noem 5 deelnemers die Nederland hebben vertegenwoordigd op het Junior Eurovisie Songfestival. Oh, dat moet niet. 3, 2, 1. Milena, Rosanna, Ralf, Femke, Lisa en Michelle en Rachel. Dat is duidelijk. Ja. Punt voor Kiria. Dus dan is het uiteindelijk geworden. 3-2. Wie heeft hem gewonnen? Wij! Eigenlijk vind ik het een beetje stom dat ik heb verloren. Dus ik wil echt nog een ronde aan toevoegen. Zodat we nog gelijk spel kunnen eindigen. Dit is een super ronde. En we gaan nu voor elkaar een vraag bedenken. Dus jullie voor mij en ik voor jullie. Oh, niet te moeilijk bedenken. Ja, ik weet op dit moment echt niks. Ik wel. Oh. Oké. Okay. Yeah. Okay. Vergadering. Okay. Ja, vergadering. Okay. Niet lastig. Nee, maar. Okay. Okay. Ja, hierheen. Oké. Ga jullie eerst? Ja, oké. Okay. Ja. Jij moet binnen 7 seconden onze refrein zingen. Terwijl wij kietelen. 3, 2, 1. Kisses and dancing. Kisses and dancing. Ja, het was een beetje kisses en dancing, klap, klap. Maar het was wel goed. Ik werd gekieteld. Ja, het was wel goed. Je krijgt een punt. Ja? Ja. Yes. Oh nee, maar nu moet hij... Dan staat het nu gelijk, hè? Ja, maar er is nog één. Oké. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ik doe het gewoon. Maakt niet uit wat het is. Verwissel binnen 7 seconden jullie jasjes. Oké, 3, 2, 1. Dat was het! Nou, we staan 3-3. Dat is in ieder geval ook goed. Ja, we zijn gelijk geëindigd. Ik vond het een leuke challenge. Jullie? Ja, ik ook. Heel erg leuk. Nou, Meijne, ik wil heel veel succes wensen in Malta. Dankjewel. Yeah. Vond het hartstikke goed en ik support jullie wel. Dankjewel. Gaan jullie het wel zien? Dankjewel. Ja. Okay. Hebben jullie nog leuke opdrachten voor de 7 Second Challenge? Zet het dan hieronder in de reacties. En misschien gaan wij het dan uitvoeren op Malta. En vond je deze video nou leuk? Ik namelijk wel. Doe dan een duimpje omhoog. Dankjewel. Abonneer eventjes en we zien je bij de volgende video. Ja. Doei!